Beste vrienden, fans en volgers, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag geen standaard cabinerit zoals jullie gewend zijn, maar een onderzoek naar iets dat te maken heeft met de spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog. Dus, iedereen in de houding, dan kan ik het onderwerp aanvallen. Als machinist rij je vaak over hetzelfde traject. En omdat je vooral voor je kijkt tijdens het rijden, kan het jaren duren voordat sommige dingen ineens opvallen. Zag jij bijvoorbeeld dat betonnen bouwwerkje waar we net voorbij reden? Ik wilde al jaren geleden eens van dichtbij gaan kijken wat dit betonnen ding nou eigenlijk precies is. Totdat hij in het begin van dit jaar ineens weg was. En dat is niet het enige dat op deze plek is verdwenen. Tja, zeg maar in het kader van de vooruitgang is hier een heel groot stuk bos gekapt bij Hilversum. We vinden het natuurlijk allemaal verschrikkelijk, maar tegelijkertijd willen we ook niet in de file staan. Hier komt namelijk een busbaan. Van de plek waar het object stond is helemaal niks meer te herkennen. Alles is gewoon weg. Nadat ik dat bouwwerkje bij Hilversum voor het eerst zag, ben ik eens wat beter op gaan letten. En kijk, hier staat er nog één. En inmiddels weet ik ook wat het is. Het schijnt in ieder geval een schuilplek te zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog. Treinpersoneel kon hier schuilen als de trein vanuit de lucht werd aangevallen. Hey, Tweede Wereldoorlog, spoorwegen? Nu vind ik het pas echt interessant. En voordat deze bunker ook ineens weg is, moet ik absoluut ter plekke eens gaan kijken. Deze plek is niet voor het publiek toegankelijk, dus des te meer reden om dit stukje spoorhistorie vast te leggen en te laten zien aan jullie. Van dichtbij is zo'n bunkertje nog best groot en je kunt er makkelijk met z'n vieren, misschien wel met z'n zessen in. Ik zie nergens sporen van de oorlog, dus geen kogelinslagen of iets dergelijks. Ik vraag me wel af of baanwerkers hier misschien wel eens in schuilen als het regent, hoewel ik ze eigenlijk altijd onder een parapluutje zie doorwerken aan bijvoorbeeld zo'n relaiskast zoals hier. En op een dag rij ik weer over hetzelfde traject, is er gesnoeid en verrek, zagen jullie dat? Ja hoor, een derde bunker. Hij steekt daar net ietsjes boven de grond uit. Nu wordt het een obsessie en uiteraard moet ik hier ook van dichtbij gaan kijken. Deze bunker is iets meer verstopt, ligt eigenlijk geheel ingegraven tegen de spoordijk aan. En ik vraag me af of die andere twee bunkers in het verleden misschien ook wel wat meer verstopt waren. Nou, deze bunker, zoals je ziet, je kunt er niet in. Sowieso staat hij ook weer op spoorterrein en is dus ook weer niet voor het publiek toegankelijk. Een paar weken nadat die eerste bunker die ik je liet zien was verdwenen, zie ik hem weer. Een paar kilometer van de oorspronkelijke plek. Leuk dat ze hem toch hebben bewaard. Hey, dus meteen erop af. Deze bunker staat aan de goede kant van het hek en is via landgoed Groeneveld bij Baren wel voor iedereen toegankelijk. Maar als je kijkt naar de constructie en de toestand, lijkt het me onwaarschijnlijk dat deze bunker verplaatst is. De grond eromheen ziet er ook niet uit alsof dat onlangs is bewerkt. Maar de grootste hint dat deze bunker hier altijd al gestaan heeft, is het hek. Dat is eromheen aangelegd. Hè? Rij ik hier al 12 jaar bijna dagelijks voorbij? Dus ik ben in de Capview Holland archieven gedoken en ja hoor, in deze oude film zie je hem gewoon staan. En inmiddels ben ik er alweer een paar keer voorbij gereden en ik weet nu hoe het komt dat ik hem nog nooit heb gezien. Je rijdt hier namelijk in een bocht en van nature ben je gefocust op wat er eventueel achter die bocht tevoorschijn komt. Dus je aandacht is bij het spoor en niet wat er eventueel links of rechts naast het spoor nog te zien is. Bij de spoorwegen noemen we bochten overigens bogen. Ja, openbaar toegankelijk, dus een graffiti-artiest heeft uiteraard een poging gedaan om de boel op te fleuren. Verder ligt hier nog een dik stuk metaal met lettertjes en cijfertjes, duidelijk door de mens gemaakt. Ik kan er niks van maken, ik zal hem hier achterlaten voor eventuele andere geïnteresseerden die daar verder onderzoek naar willen plegen. Nou, ik ben dus erg benieuwd naar de geschiedenis van deze schuilplekken.
Is er iemand die hier meer over weet? Waarom staan ze bijvoorbeeld alleen maar langs de lijn Amersfoort-Amsterdam? Wanneer en door wie zijn ze aangelegd? Was het om te schuilen tegen Duitse aanvallen in het begin van de oorlog? Of juist tegen de geallieerde aanvallen aan het eind van de oorlog? Weten jullie meer van deze bunkers te staan? Of ken je meer bijzondere spoorgerelateerde objecten of locaties die iets te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog? Ik zou er graag eens gaan kijken, dus laat het me weten. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. En tot ziens op CapView Holland, Train Drivers Point of View, Hyperlapse Holland, Instagram, 24trains.tv of misschien binnenkort gewoon weer in het echt op een van onze stations. Lief zijn allemaal en tot de volgende keer.